Het is niet het meest stimulerende land voor innovatie. Maar doordat alle, hè, want iedereen verdient in Nederland evenveel. Maakt niet uit wat je verdient, het wordt altijd uitgemiddeld en we verdienen ongeveer allemaal hetzelfde. Dus dat maakt het verschil niet. Maar doordat het zo veilig is, kan je ook stappen nemen buiten je comfortzone. En dat gebeurt best wel veel. Als ik die jonkie spreek van tegenwoordig, nou, ik zag je laatst bijvoorbeeld bij Zeef, nou, ik vind dat gaaf wat die gasten doen. En ze hebben een droom en ze gaan ervoor. Of het lukt, one in a million, denk ik echt. Ja. Maar als het lukt, geuze. Dus ik dat vind ik top. En die jonkies, die hebben wij ook op kantoor. Die gewoon heel andere dingen belangrijk vinden dan waar wij mee opgegroeid zijn. Ik weet, ik moet voor mezelf spreken. Maar bij ons was het van, je gaat bij Unilever of naar Shell. Of naar, dat deed iedereen dus ook. Mm-hmm. Ik niet. Maar dat was normaal, common sense. Nu is het, wat voor leuke dingen ga ik doen? Wat ga ik ervaren en hoe ga ik dingen beter maken? En in kleine stappen. Mm-hmm. Maar die zijn met ervaringen bezig in plaats van met spullen. Ja, dat is een hele grote stap, denk ik. Ik denk dat we die onderschatten. Ja, dus waarom is Nederland wel innovatief? Ik denk dat we een relatief veilig land zijn. En dat, ik denk dat we dat ons niet altijd realiseren. Maar je kan hier gewoon heel veel doen. Ik denk dat je, hoe meer je moet vechten voor je bestaan, hoe moeilijker het is om te zeggen, weet je wat, ik ga eens even wat risico lopen. Aan de andere kant, en als je begint, aan de andere kant is dat ook een beperking, denk ik. Omdat in Nederland het allemaal zo veilig is, kun je ook zeggen, ja, waarom zou ik uit dat makkelijke bestaan stappen. Dus het is, ik vind het moeilijk. Ik zit te denken aan Amerika en dat, hoe daar ondernomen wordt, hoe mensen daar vanuit niks iets groots opbouwen. Dus het heeft volgens mij iets moois om niks te hebben, want dan kan het alleen maar beter worden. Dus daar ga je innoveren. Maar je zou ook juist kunnen zeggen, de veiligheid is een hele mooie basis om gewoon iets te gaan proberen. Want wat kan er nou fout gaan? Je hebt altijd nog die basis. Ik ben daar wat kritischer over. Ik vind met name het ecosysteem van technologie in ons land te beperkt. We zijn een handels- en doorvoersland. Dat zit in ons DNA. We hebben gebrek eigenlijk aan goede opleidingen op het gebied van techniek. En dat heeft de sector nodig. En dat vind ik toch wel een manco. Tweede manco vind ik in het ecosysteem. We hebben weinig clusters van innovatie op het gebied van energie. We hebben toch wel een beetje het beleid van spreiding. Ik kan niet zeggen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, energie-innovatie zit in München en omgeving. En daar vind je dus makkelijk management, daar vind je mensen met ideeën, daar zit kapitaal. Hè, een soort Silicon Valley van Europa. We hebben een spreidingsbeleid. En dat maakt het heel moeilijk om voordeel te hebben van concentratie. Nee, Nederland is een kennisland. Ik vind Nederland juist niet innovatief. Nederland is wel een land wat dol is op het hebben van heel veel kennis. En we willen alles begrijpen en alles analyseren. En we willen ook allemaal wel een klein beetje het beste jongetje van de klas zijn. Maar we zijn plat gezegd wel een wetenschappelijk land, maar geen wetenschappelijk land. En er is een verschil tussen de wetenschapper en de wetenschapper. De wetenschapper creëert leuke, gekke, nieuwe dingen. Nederland begrijpt ze, doorgrondt ze, verklaart ze. Maar is niet kampioen, op dit moment vind ik, in het creëren van nieuwe producten. Op het gebied van duurzame energie zou ik het echt een dikke onvoldoende geven. Ik vind het echt kwalijk dat het Nederlands overheidsbeleid zo zwalkend is. Als ik naar Duitsland kijk met de energiewende, dan is dat echt die zijn straks de lachende derde. Die hebben straks die afhankelijkheid van Rusland veel minder. Die hebben goedkope energieprijzen, waardoor ze goedkoop kunnen produceren. En wij als Nederland hebben gewoon totaal geen oog gehad voor wat onze belangrijkste handelspartner uitvoert. En ja, en dat zie je nu. Weet je wel, we zitten te bakkeleien over hoeveel duurzame energie er in Nederland moet zijn in 2020. Weet je wel, nou, dat was ooit 20%, dat is inmiddels 14%, staat weer ter discussie. Ik vind echt de slagkracht van de politici op dat vlak echt verschrikkelijk. Ik denk dat er heel veel potentieel is, dat er heel veel mensen zijn die dingen kunnen doen, die dingen willen aanpakken. Je hoeft maar eventjes een halve dag of een uurtje over de markt hierheen te lopen in dit gebouw met de beurs. En dan begrijp je dat Nederland heel veel dingen kan. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ik denk dat we nog veel beter kruisbestuiving kunnen hebben. Dat we nog veel beter kunnen schakelen tussen de ene industrie en de andere industrie. Samen nieuwe dingen verzinnen die ons allebei vooruit helpen. Maar eerlijk gezegd is het glas veel meer dan half vol. Well, I think the Netherlands is fantastic and we're going to see it today. 800 innovations, which is only the start of what's being evaluated here today. 100 or more
leading innovators for the role of innovator of the year from large and small companies. So a tremendous amount of innovation going on. And the Netherlands has a wonderful base of technological capability from which to build from. So I think it's a real hotbed of innovation and we're going to see a lot more. Als je kijkt bijvoorbeeld Booking.com, een Nederlands product, mogen vind ik ongelooflijk trots op zijn. Er zijn zoveel voorbeelden van inventies, dingen die hier worden gedaan. Het is wel zo, vind ik, dat er vast heel veel mooie, waardevolle zaadjes zijn overal. Maar dat er veel te weinig geld beschikbaar is. Dat is denk ik de laatste, ook bijvoorbeeld zo'n Peerby, die pakt dan 3 miljoen. Blendel, 3 miljoen. 3 miljoen is peanuts. Ja. Het is weg. Zeker voor die grote bedrijven. En wat ik niet snap, is dat er in Nederland gewoon niet veel meer geld is voor de slimme en goede ondernemers die er allemaal zijn. We zitten allemaal in een start-up bootcamp. Terwijl ik overigens ook me afvraag of dat de juiste plek is om te starten. Want dat voelt, als je daar bent, ook wel erg als een speeltuin en niet zozeer als een serieus bedrijf met klanten. Gooi er gewoon 50 miljoen tegenaan, zoals ze in de Valley doen. Weet je, dan kan je iets doen. Als ik heel kritisch zou zijn op Nederland, dan denk ik dat kritisch zijn te zeer wordt gezien als een kwaliteit. Dus dat in Nederland dat we onszelf vaak heel slim en heel goed vinden als we kunnen aanwijzen waarom iets niet zou kunnen lukken. Terwijl ik denk, als je echt wil innoveren, echt iets nieuws doet, dan zijn er 999 scenario's waarin het fout gaat en eentje waarin het goed gaat. En dat is uiteindelijk volgens mij waar de kwaliteit zit, dat je kan vinden, wat is het dan wel? Want dat de dingen niet lukken, ja, dat is heel makkelijk. Dat kan ik zo overal dingen aanwijzen en redenen geven waarom het niet zou gaan lukken. De wetgever heeft een hele grote invloed op de businessmodellen. Aan de ene kant is dat om de consument te beschermen, hè? Want je hebt vaak vrij weinig vrije keus. Aan de andere kant is dat ook verstikkend. Dus enerzijds vind ik, er moet een vrije markt komen op dat gebied en we moeten eigenlijk innovatie kunnen creëren, de mogelijkheden voor innovatie. Wat moet er gebeuren? Uiteindelijk moeten vrije ondernemers een kans krijgen, vind ik. En waar moet het naartoe leiden? Kijk, nu kunnen we makkelijk bijvoorbeeld onze foto's delen. Waarom zouden we niet over 10 jaar onze energie ook net zo makkelijk kunnen delen als we onze foto's kunnen delen? Dat zijn de dingen waar de innovatie naartoe gaat, naar mijn idee. En ik zie ook dat wij kunnen leren. Wij kunnen bijvoorbeeld leren van Silicon Valley. Wij kunnen leren van Israël, waar ik vaak geweest ben. Een hele snelle hands-on high-tech zit. En goed kijken dus naar dat soort snelle innovatielanden. Want vaak zijn innovaties daar zo die, ik zal maar zeggen, bij de Microsoften en bij de grote wereldwijde bedrijven tot indaling leiden. En Nederlandse innovaties vind je toch wat minder op dat internationale speelveld.